1000 jaar geleden. Langs het riviertje de Dure ligt de enige plek in de omgeving die niet om de haverklap overstroomt. Hier bouwen mensen rond het jaar 1000 hutten op een ondergrond van koeienhuiden. Ze visten, verbouwden gewassen en begonnen handel te drijven met andere plaatsen. Dure Drit noemden ze hun nederzetting. En als je goed luistert, hoor je het al. Dordrecht. Dordrecht was dan ook de naam van de plaats die 800 jaar geleden als eerste in Holland stadsrechten kreeg. En wat misschien veel belangrijker was, het stapelrecht. Dat betekende namelijk dat iedereen die met zijn schip langs de stad voer, zijn handel moest uitladen en zijn spullen een poosje in de stad te koop moest aanbieden. De stad aan de rivier werd hierdoor rijk. Heel rijk. En bijna vanzelf. Iedereen moest hier immers langs varen. Weer 200 jaar later, in 1421, veranderde dat. Door de Sint-Elisabethsvloed. Een overstroming na een gigantische storm. Overal in het rivierengebied rondom Dordrecht, de Hollandse Delta, braken dijken door. Hele dorpen verdwenen voorgoed onder water en talloze mensen verdronken. Het landschap veranderde. Er ontstonden eilanden. De loop van de rivieren werd anders en er kwamen nieuwe bij. De stad veranderde ook. Na die vloed konden schepen Dordrecht makkelijker omzeilen. De handel in Dordrecht nam af en de machtigste en rijkste stad van Holland raakte haar toppositie kwijt aan andere steden, zoals Amsterdam. Zeker toen ook nog eens de handel over zee toenam. De tijd stond niet stil. Het vervoer verplaatste zich van de rivier naar de weg. Over en onder het water verschenen bruggen en tunnels. En toch bleven de rivieren belangrijk voor de scheepvaart. En dat zijn ze nog steeds. Het knooppunt van rivieren bij Dordrecht is het drukste van heel Europa. Maar het water is allang niet meer alleen belangrijk voor de handel. Het is ook een bron van vermaak. Om te roeien, te zeilen en te zwemmen bijvoorbeeld. En er zijn nog veel meer manieren om het water en de rivier op een leuke manier te gebruiken. Soms wordt het water een bedreiging. Als het keihard regent bijvoorbeeld en het dan ook nog eens stormt en de grote waterkeringen dichtgaan. In sommige delen van de stad is het dan letterlijk een kwestie van pompen of natte voeten krijgen. En dat waterpeil wordt de komende tijd alleen maar hoger. Dus is het tijd om slim na te denken. Hoe kun je aan het water verdienen, er plezier aan beleven en toch droge voeten houden? Moet je de dijken blijven verhogen of het water juist meer ruimte geven? Kun je niet op het water wonen? In een drijvend huis? In een drijvende wijk? Met een drijvende bioscoop? Of wat dacht je van een waterpark met onderwaterwandelroute? Een skatebaan op, in of onder water misschien wel? Denk je mee? Alle ideeën zijn welkom. Laat je fantasie maar dobberen.